Een goedemorgen, middagavond. Wanneer u deze video ook kijkt, welkom bij de laatste vuurwerkfolder video die wij op dit kanaal hebben dit jaar, namelijk de Postenbeurzen, uh, een van mijn favoriete winkels. Uh, ze hebben altijd ontzettend veel, ook ontzettend veel buiten de folder nog. Hè, met name producten die ze vorig jaar uh, nog over hadden. En uh, we gaan nu even de folder doornemen. Uh, ik heb het al eventjes bekeken. Er zijn heel veel producten, toch hetzelfde als vorig jaar, maar er zijn wel een aantal uitblinkers en die gaan we eventjes doornemen. We hebben hier de voorpagina, en dan zien we de Devil's Dance uh, 300 schoten voor 7 euro. Dat is een fluitbatterie, uh, zoals de Duitsers dat noemen, dus een, een fluitcake. Uh, de Lord of Fire batterie 200 schoten voor 13 euro. De Kubische kanonenschleger 6 stuks voor 2 euro. Uh, de Romeinse Kaars links voor 210 schoten voor uh, 5,55 euro. En dan hebben we in het midden de Ambos, uh, een, een grote uh, ronde cake met 451 schoten voor 50 euro. En uh, in het midden heb je allemaal teels allemaal van die lichtkogeltjes die met een hoog tempo de lucht inschieten. En naarmate de ring breder en breder wordt, worden ook de schoten groter en groter. Mocht je daarvan een productvideo willen zien, dan moet je gewoon opzoeken. Weco Ambos. Nou, dan kom je er al wel. We gaan door naar de volgende pagina. Daar hebben wij een aantal bekende gezichten. Namelijk bovenaan de Columbus en de uh, Golden Bridge of, Golden, of de XXL Titan. Uh, de XXL Titan of de Golden Bridge uh, zijn 20 euro per stuk. Dus niet beide voor. 20 euro, maar, 20 euro per stuk. We hebben de Spectre, 25 schoten voor 15 euro. We hebben de Black Diamond. Uh, dat is trouwens dezelfde als de Magic Moments. Die ze volgens mij voorheen bij of de Aldi of de Lidl verkochten. Eén van die twee. Maar dat is in ieder geval dezelfde cake. Die ze nu dus ook bij de postenbeurzen hebben. 102 schoten voor 60 euro. Dan hebben we de Boombox. Nog nooit van gehoord. Ik heb een video opgezocht. Hele mooie cake. 42 schoten voor 18 euro. Niet duur en de effecten wat je daarvoor krijgt. Uh, ik vind het een hele mooie cake. En deze gaat zeker in mijn winkelmandje. Uh, dan hebben we nog natuurlijk een aantal uh, kleinere budget cakes. Namelijk de Quantum. 21 schoten voor 15 euro. De Double Action Batterie. 25 schoten voor een tientje. Uh, de Maestro. De Guardian. En de New Moon. De New Moon is trouwens... Uh, 110 schoten voor 8 euro. Ik kan niet zien of het er 1 of 2 op elkaar zijn. Maar het, is een, het zijn in ieder geval alleen maar tails die de lucht inschieten. En dan hebben we de onderste rij. Hebben we natuurlijk nog de welbekende uh, fluitpotjes: de Whistler batterie. Of de Scary Hoyler batterie. Uh, beide 25 schoten. Gewoon leuk voor tussendoor. Eurotje gaan er ook altijd wel een paar van mij in het winkelmandje. Dan gaan we naar rechtsboven: de Blaine een grote waaierkake 25 schoten voor uh, 20 euro, de Crazy Box batterie 83 schoten voor 8 euro. Dat is trouwens dezelfde als de Uranus van de Lidl. Dan hebben we nog de Release the Beast. Net als vorig jaar hebben ze hem dit jaar ook weer. Uh, 100 euro voor 156 schoten. Uh, beginnende met een fontein, een aantal kleine cakes. Dan een paar wat grotere cakes en een mooie cake als finale. Uh, heb je niet zoveel zin in, die, in dat fontein en dat kleine gepreutel aan het begin? Dan kan je onderaan de Street Fighter nemen. Want dat is namelijk letterlijk de, la, de, uh, een, de laatste cakes van de Release the Beast zijn de Street Fighter. Dus in feite hetzelfde, alleen dan dus zonder de fontein en de kleine potjes. En die is uh, 50 euro. Dus uh, ja, uh, kies maar welke je wilt. Uh, de Vampire is dezelfde als de Happy Sky. Uh, hier is die uh, 8 euro. De Iconic uh, 25 schoten voor 12 euro. De Space Taxi uh, 19 schoten voor 8 euro. De U Ultron. En de Witch Hunter. Dat zijn twee cakes die ik zo gauw niet ken uit mijn hoofd. Alleen, uh, ja, het zijn gewoon leuke budget cakes. Dan hebben we de Blue Mamba. Uh, vorig jaar dacht ik van: nou, wow, 252 schoten, 15 euro. Dat ziet er spectaculair uit. In het echt is het echt maar zo'n klein blokje. En ziet het eigenlijk alleen maar lucht, uh, lichtkogeltjes Wat knetter de lucht in. Eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Wat wel bijzonder is, rechts onderaan de dubbel Dat is volgens mij ook een je cake. 36 schoten voor 20 euro, en dat is echt een hele mooie cake met hele mooie grote effecten. Dan gaan we door naar de volgende pagina en dan zien wij linksbovenin het pijlen assortiment: Sky Festival 21 pijlen voor 15 euro. De Celebration Mix 21 pijlen voor 16 euro, en daar heb je ook nog een aantal fonteintjes erbij en zo'n zon die je aan, uh, aan een boom kan timmeren en nog twee Romeinse kaarsen. Dan hebben we ook nog een iets kleiner pakketje met uh, wat rotjes erin, wat vuurpijlen, zevenklappertjes en fonteintjes. Uh, de laser familien assortiment 45 delig voor een tientje en we hebben de burnout raketensortiment 22 pijlen voor 15 euro. Dan hebben wij een hele grote zetpil. The Touch of Gold is een grote fontein voor een tientje. En hij ziet er inderdaad in het echt ook echt heel erg groot uit. Dus succes om die naar binnen te krijgen. Maar het effect valt eigenlijk een beetje tegen. Ik bedoel, je betaalt er een tientje voor, hij duurt lang. Dat geef ik toe maar hij, hij komt maar twee meter hoog als je echt een mooie fontein wilt dan zou ik bij de aldi of bij de lidl zou ik die die zwitserse vulkaantjes nemen die komen die die branden dan misschien wel iets korter die zijn een eurotje goedkoper maar die gaan zes meter hoog dus mijn voorkeur gaat uit naar die fonteinen en deze zou ik dan links laten liggen dan hebben we nog een pijlenpakketje, 12 pijlen voor 13 euro. Dan hebben we nog een klein fonteinenpakketje uh, met een aantal kleine cakes er nog bij. En de Gold zie ik ertussen staan, voor, uh, tiendelig voor uh, 18 euro. Uh, de Goldslag Bombenroor, dat is ook een heel klein potje met een aantal schoten voor uh, 6 euro. Dan hebben we nog een, uh, een fontein de, voor 3 euro en nog een kleine Romeinse kaars met 96 schoten voor 4 euro. De Call of Flames fonteinen, dat zijn volgens mij een soort ja, Bengaals vuur, een soort handvakkels. Iets, vier stuks in ieder geval voor 2 euro. En dan gaan we door naar de rechterpagina waar wij de Tower Riesen vulkaan zien. Ja, dat is ook een hele grote fontein die inderdaad 50 centimeter lang is, alleen maar zo'n stukje daarvan uh, zit kruid in en geeft het effect. Het is heel decadent. Het stelt eigenlijk helemaal niks voor die fontein. We hebben nog een klein fonteinenpakketje. 18-delig. Um, uh, voor 4 euro. Dat zijn niet 18 fonteinen, maar er zit ook nog een klein pakje met rotjes bij. We hebben nog een klein vulkaantje. Uh, de Boze Leraar. Uh, voor 2 euro nog Een aantal andere uh, fonteintjes uh, voor 3 euro per stuk, niet drie uh, voor beide, maar per stuk. En dan hebben we de Crazy Coaster, dat is een 132 schots huil uh, batterijtje, dus ook alleen maar fluitjes. En voor 3 euro niet duur, dus die nemen we dan, denk ik, ook maar mee. Dan hebben we de Geo Shocks in het midden, 20 stuks voor een tientje. Dat zijn Tunder Kings, die net even iets groter zijn, die ook nog een boeketje meegeven. En als ze omhoog schieten, dan hebben ze ook nog een mooie mine effect. Als je uh, ze zijn, best Best mooi. Uh, misschien wel leuk om daar dan even een productvideo van op te zoeken en voor jezelf te bepalen of je die eventueel wilt. De Big Whoppers, uh, drie stuks voor 2 euro. Dat zijn uh, knetteballen XXXL. Dus uh, groter effect dan de Rambo, maar wel vergelijkbaar. Net zoiets als de Zena Big Balls, maar dan uh, hier in Duitsland en een stukje goedkoper. Dan hebben we nog een aantal budgetcakes. Uh, de line batterie voor 7 euro. De Dark Raven, de, de, nog een fontein. Um... Oh Nee, excuus. Dat is ook zo'n grote uh, Romeinse kaars die met allemaal lichtkogels de lucht inschiet met een aantal met wat crackling erbij. 288 schoten voor 7 euro. Uh, de boomerang, dat is een uh, waaiercake. Die dus ja letterlijk boomerang is heen en weer. Dus deze schiet ook tails heen en weer. En aan het einde nog een aantal boeketten. Dan hebben we nog de Bad Boy uh, 225 schoten voor 8 euro. Dat zijn ook allemaal tails. Alleen ik. Ik denk dat dat er dan ook eentje is. Want ik, het, uh, ik kan zo gauw niet zien of het er twee zijn. En de High Voltage. Uh, dat is een, oh, een hele mooie budgetcake. Uh, die met spinners de lucht inschiet. Uh, voor een tientje mooie paarse effecten. Rode effecten. Met crackling. Dus uh, dat is op zich een hele mooie budgetcake. Die ik vorig jaar gehad heb. Die ik wel zou aanraden. Uh, de dan... Postenbeurs is helemaal gek op Romeinse kaarsen. De hele bovenste rij staat vol met Romeinse kaarsen. En een rij daaronder ook nog een aantal. Uh, en daar hebben we ook nog de. de Kleine baby 20 stuks voor 1,50. Dat zijn uh, fluit met een, een, een wat crackling erbij. Uh, de Naughty Screamers, ook wel genoemd. Alleen dit zijn dan de Pfeiffer und Knister, uh, raketen. Dan hebben we rechts hebben we nog de Airshots. Althans rechts van de linkerpagina hebben we nog de Airshots. Dat zijn hetzelfde als de Skyshots. Dat zijn dezelfde als de, de Airbombs, uh, de Fantastic Four die ze bij de Aldi verkopen. Ook hier... Uh, Vier stuks voor 4 uh, voor voor, voor, uh, euro. Ja, ik ben een beetje afgeleid omdat er staat: uh, drie pak voor 4 euro. Maar het is gewoon 4 stuks. Waarom dat er 3 staat, dat weet ik niet. Maar daaronder staat de bombenstimmung. Dat zijn wel drie stuks voor 4 euro. Ze zijn exact hetzelfde. Dus bij die airshots. Heb je de 4 voor 4 euro. En bij die Bomben Stimmung heb je de 3 voor 4 euro. Beetje, beetje gek dat ze die dan alsnog in het assortiment gooien. Want ja, je, je koopt dan toch natuurlijk die airshots. Want dan heb je er gewoon letterlijk 1 extra voor hetzelfde bedrag. Goed, dan hebben we nog een aantal rotjes. De China Bolle D, 80 stuks voor 5 euro. En de Super Bolle 2, uh, ook 80 stuks uh, voor 8 euro. 7 uh, klappetjes. En de XP3. Dat zijn uh, de... Buskruidnitraten. Dat ze, die hebben een vlammetje en daarna een knal. En ze zien er ook uit als nitraten. En zijn ook verpakt als nitraten. En vorig jaar, ik was er letterlijk op de eerste dag. Rond een uur of negen bij post en beurzen. Ze waren al uitverkocht. Dus ik hoop dat ik ze nu wel te pakken krijg. Want ik wil ze best wel graag een keertje testen. En dan hebben we nog onderaan uh, de Ladycracker. Dat is een klein ratelbandje. Uh, de strijkertjes. 20 stuks voor een, voor een eurotje. Ja, knallen voor geen meter, maar geen ronde bij te hebben. En de Extreem Knal Sortiment. Uh, allerlei diverse rotjes van diverse groottes in één pakket voor 3 euro. En dan hebben we aan de rechterkant heel veel categorie 1. Categorie 1 hebben ze dus ook in Duitsland. En dat mag je dus heel het jaar door afsteken. Allerlei diverse assortimenten. Uh, wellicht wel leuk om dat bijvoorbeeld nu alvast te kopen, althans met de verkoopdagen te kopen. Uh, om het alvast te hebben voor volgend jaar. Dus stel het is oktober en je hebt ineens zin zo van oh ik heb wel zin om wat categorie één alvast af te stoken, dan heb je alvast zo'n pakketje in huis en rechts onderin uh, hebben we nog uh, de albatros. Dat zijn twee grote vooer vo, vogel. Uh, <laughs> maar dat zijn in ieder geval van die um, grote bijtjes die dus zo spinnend uh, de lucht ingaan. Twee stuk's voor 2 euro en dat was hem alweer. Ja, dat was, de laatste, dat was de laatste pagina. En dat was het assortiment van post en beurzen. Ja, minder vernieuwend dan ik had gehoopt. Maar er zitten toch wel een aantal leuke producten tussen. En ik hoop dat ze ook nog buiten de folder om een aantal extra leuke producten hebben. Die ik wellicht mee ga nemen. Uh, ben je benieuwd wat ik ga meenemen? Abonneer dan vooral op dit kanaal. Want de 28 december komt de shoppingvideo online. Mensen bedankt voor het kijken. En hopelijk tot een volgende keer.